Een stad is een schatkist die gebouwen en verhalen bevat. De stad is een landschap wanneer je er doorheen loopt en wanneer je er vanuit de verte naar kijkt. De tentoonstelling Steden, niet voor mensen met hoogtevrees in de centrale Biep, geeft een nieuw perspectief op grote steden in deze wereld. Rotterdam lijkt wel een dorpje. En zo moet het ook zijn. Je hoort een stad je eigen te maken. Maak herinneringen, buiten, op andere plekken dan normaal. Deze vlog bevat voorbeelden van hoe ik me de stad eigen maak. Manier 1 is tijd doorbrengen met vrienden. Dit is Laurent. Hello. Laurent is mijn favorite colleague. Colleague, friend, classmate. Yes. Secret lover. No. Shit. Record it. And now we're gonna grab coffee at Knock Knock. Knock Knock. Who's there? That was like very. Look who it is. It's us. I'm supernatural. Een tijd in een andere stad wonen geeft je de kans een nieuwe identiteit te vormen. Een stad vormt ons. Wij vormen de stad. Daarom wil ik naar Hongkong. Naar Hongkong neem ik een bekend gezicht mee. Dit is Merel. Zij studeert ook aan IUC. Merel is ijverig, sociaal en super creatief. Geloof het of niet? Maar 2 jaar geleden volgde ze mij een dag lang tijdens haar meeloopdag. En kijk waar we nu zijn. Meer, die kwam er net achter dat we een zwembad hebben op het campus. En warm weer. En warm weer. Het is echt elke dag daar minstens 25 graden. Sun! De tweede manier waarop je een stad je eigen kunt maken, is de tijd nemen om je medestedelingen te observeren en nieuwe plekjes te ontdekken. Noordereiland is echt een prachtige plek als je mooi uitzicht wil en ander uitzicht dan normaal. Op Rotterdam. Moet je kijken. Noordereiland is echt een dorp binnen Rotterdam. Hier achter mij kun je een garage zien met een uitverkoop van allerlei rommel soortachtige spullen. Aan die kant, daar, zijn ze bezig met het opbouwen van A la Plancha. Het is een heel goed visrestaurant, echt aan het water, slash op het water. Dus wil ik deze zomer ook weer heen. Hij staat nog op de foto's. Ja, het zijn allemaal andere bankjes. Allemaal mensen die van hun uitzicht genieten. Ik heb net een mail gekregen van de universiteit met een hele waslijst aan to-do's die moeten gebeuren. Dus ik ga nu even skypen met Merel om te zien hoe we dit gaan aanpakken. Hoi! Hey weer! Oké, okay, ik had even een paar vragen. Ja. Want wij moeten 5 courses doen, toch? Ja. Staat er room en roommate assignment. Je kan dus opgeven wie je wil. Dus kan wel. Ik denk dat ik gewoon echt ga blij, want ik kan toch wel tot dit weekend af. Maar ik wil eigenlijk visum wel eens met mijn moeder kijken. Ja, dat het allemaal formulieren zijn en. Ja, het is best wel ingewikkeld, maar dit valt best wel mee. Ik heb net gekeken en het was om te doen. Ja. Dus ik denk eigenlijk dat ik gewoon nu ga blij. Ik ga met je meedoen. Virtueel. Ciao. Ik heb laatst ook een creditcard aangevraagd, want dat is wel het betaalmiddel dat ik nodig heb daar. Hoewel ik heel erg uitkijk naar Hongkong en om mijn liefde voor steden naar een next level te tillen, heeft de kleinschaligheid van Rotterdam ook zijn charme. Rotterdam is recht voor zijn raap en heeft een grote mond, maar een klein hartje. En daarom is Rotterdam dus mooi. Oh, weet je vet. Wauw.